Nou mensen, we beginnen de video iets anders dan normaal. Ik moet zeggen dat ik nooit in geesten heb geloofd. En ook nooit zou geloven. Maar wat er nu is gebeurd, dat is echt niet normaal. Ik ga een stukje van het verhaal vertellen. En dan ga ik daarna nog wat zeggen. En dan kijken wat jullie ervan vinden. Ik was dus aan het scheren. Ik doe zelf mijn haar altijd scheren. En ja, ik was bezig met mijn haar scheren. En daarna hoorde ik de deur dichtklappen. Dus ik dacht, ik ga even kijken boven. Ik dacht, ik neem de camera mee. Ik ga het filmen. De beelden heb ik dus ook op mijn computer staan. En ja, ik dacht bij de 60 likes dat ik dan de beelden online ga zetten op dinsdag. Dus op dinsdag. En als deze video 60 likes heeft, dan ga ik de video online gooien. Ik weet niet wat ik moet zeggen, wat er is gebeurd. Het is heel raar, het is heel eng. Ik weet niet hoe ik dat moet oplossen of wat ik nu moet denken van het huis. Het ruikt soms ook gewoon naar mijn oma, weet je wel. En dan niet raar bedoeld of lachend van, yo, leuk. Maar soms ruikt het gewoon naar mijn oma hier en dan denk ik van, er is wat in dit huis. Wat ik jullie wil meegeven is dat er iets is gebeurd in mijn huis. Als jullie dat willen checken, 60 likes voor ja als jullie het willen checken. En nee van ik wil het niet checken. Gaan jullie mee met het verhaal? Ik hoop het wel. En het is gewoon best wel heftig. Als jullie het willen zien, wil je het zien. 60 likes. En dan ga ik het erop zetten. Dus mensen, later.